Alright jongens, welkom bij een nieuwe video hier op Loco vs. World. Op de achtergrond zie je mooie, spannende gameplay van Uncharted 4 online. Ik ben er enorm trots op dat ik die video heb opgenomen eigenlijk. Want het was echt een hele spannende multiplayer match. En uiteindelijk hebben we nog gewonnen ook. Waarschijnlijk krijg je niet de hele game te zien, want deze video gaat waarschijnlijk korter duren. Waar gaan we het nou eigenlijk over hebben jongens in deze video? Het gaat vandaag over de toekomst van Loco vs. World. In ieder geval mijn deel daarin. Ik bedoel je natuurlijk Rens. En van mij heb je misschien gezien dat ik al een hele tijd geen GTA video's meer op heb genomen. Dat klopt niet helemaal, want ik heb nog een paar GTA video's klaarstaan voor jullie. Die komen nog sowieso online. Maar waarom is dat nou jongens? En ik krijg nog steeds de meeste views op mijn GTA video's. En het lukt niet met de nieuwe gameplay. Maar waarom doe ik überhaupt nieuwe gameplay hier op Loco vs. World? Ik bedoel, het kanaal is groot geworden nadat ik Black Ops 2 deed. Is het groot geworden met GTA. Waarom zou ik daarmee stoppen? Nou jongens, ik wil niet dramatisch klinken, maar ik heb het wel gehad met GTA. Ik ga die video's nog online gooien die ik nog heb. Een paar, twee of drie, vier how-to video's. En dan is het voor GTA is het wel een keer afgelopen. Ik wil er ook mijn kanaal gaan veranderen. In ieder geval mijn eigen gedeelte daarvan. Ik bedoel, Rens kan nog steeds gewoon GTA video's gaan uploaden. Maar ik wil ergens anders naartoe. Ik wil nu, zoals wat ik in de afgelopen tijd heb gedaan, met de livestreams en zo, andere games gaan doen. Als jullie tips hebben over hoe je succesvol je YouTube kanaal kunt omtoveren van één onderwerp naar een andere, dan wil ik het heel graag van jullie horen. Want dit is het dilemma waar ik nu mee zit. Ik ben nu een beetje klaar met GTA. En ik wil andere dingen doen. En dat heb je dus gezien de afgelopen dagen. En in ieder geval met de Uncharted 4 singleplayer playlist die ik heb aangemaakt. Andere games die ik in het loop der jaren heb gespeeld naast GTA. Ze werden minder bekeken. Maar het zijn wel dingen die dichter bij mijn hart liggen. Dus jongens, het kanaal wat mij betreft gaat gewoon veranderen. Het is niet meer alleen GTA. Het gaat totaal veranderen. Waarschijnlijk ga ik de design van mijn eigen video's en het intro en mijn outro ook aanpassen. En misschien verandert zelfs de stijl van mijn opnames een klein beetje. Ik ga in ieder geval proberen om weer een volgende stap te nemen in de richting de toekomst met, ja, hoe moet je dat zeggen, betere audio kwaliteit, betere video kwaliteit. Andere games, single players, walkthroughs en dat soort dingen. Iets wat ik absoluut niet ga doen is vloggen. Dat is totaal niet iets wat ik wil. Ja, misschien dat er eens een keer een videootje met mij dat ik een telefoon boven me hou of zo. Of weet ik veel wat. Maar dat is niet eens een echte vlog. En vergeet dat. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan gewoon dingen doen die ik zelf gewoon leuk vind om te doen. En er is één ding wat mij wel verbaast, jongens. En dat is dat weinig mensen hier op YouTube, of in de Nederlandse YouTube community, de jonge Nederlandse kijken, tenminste, het verbaast me niet. Ja, het verbaast me wel dat, ja, dat Uncharted bij de jongere publiek zo weinig leeft. Ik bedoel, bij de ouderen. Kijk naar King77NL. Hij is ook een huge fan van Uncharted. Ik weet niet of het met leeftijd te maken heeft. Of wat dan ook. Maar in de Amerikaanse en in het buitenland is deze game gewoon huge. Het is de grootste game die op dit moment op de PlayStation is. En dan kijk ik in mijn eigen vriendenlijst. En dan zie ik dat twee mensen de game spelen. Wat mij betreft, het spel verdient gewoon dat iedereen dit spel een keer bekijkt. Daarom doe ik ook die livestreams. Het is een spel wat dicht bij mijn hart ligt. Net zoals GTA in de tijd, maar ik heb het zo vaak gespeeld dat het op een gegeven moment gewoon saai werd om een verslag over te maken. Ja, dan weet je als YouTuber dat je gewoon verder moet gaan. Verder moet gaan in de toekomst en kijken van wat je nog meer leuk vindt om te doen. Ik kan moeilijk games blijven opnemen waar ik niet meer achter sta. GTA is natuurlijk nog een hartstikke leuke game. En ik zou hem af en toe ook nog wel spelen met jullie.
gewoon online, een beetje heist of zo, een beetje kutten online en leuke dingen doen. Ik bedoel, dat blijft altijd geweldig, maar niet als een geforceerd, ik moet iets opnemen ding. Dat is ook de reden waarom ik een hele tijd ook geen GTA heb geüpload en waarom ik eigenlijk gestopt was met YouTube. Recentelijk heb ik het weer opgepakt en ben ik nu met Uncharted bezig. Ik heb laatst zelfs nog een video geüpload van, of een livestream gedaan, ook al was het heel kort, want die livestream ging niet helemaal zoals de bedoeling was, van The Last of Us. The Last of Us natuurlijk ook zo'n game van Naughty Dog. Naughty Dog en Rockstar, allebei, staan op mijn, of geen, Naughty Dog staat op de eerste plek, Rockstar komt op de tweede plek van beste ontwikkelaar. En wie komt er dan op de derde plek? Ik zou in ieder geval geen Ubisoft. En dan zou ik eerder denken aan een algemene EA met, of DICE. Ja, laten we gewoon DICE noemen met zijn Battlefield games. En trouwens, over Battlefield gesproken, Battlefield 1, jongens. Dat is echt een geweldige game. Ik kijk er naar uit. En ik ga in juni ga ik waarschijnlijk een nieuwe game PC kopen. Dat betekent dat ik samen met Rens, mijn wederhelft hier, zou op Local vs. World gewoon meer video's kunnen opnemen. En dan kunnen we in de toekomst samen Battlefield 4, FIFA, dingen opnemen. Oh nee, dit betekent niet dat ik ga stoppen met console gaming. Absoluut niet. Dat heeft mij nog steeds mijn eerste prioriteit. Maar het geeft me wel meer mogelijkheden voor de toekomst. Om gewoon ergens anders naartoe te gaan, even ergens anders naartoe te kijken, in plaats van dat ik nu alleen maar GTA doe op de PlayStation 4. Dus jongens, als jullie vrienden kennen die wel Uncharted leuk vinden of andere leuke games, vertel gewoon je vrienden over Local vs. World, wat kan het jou schelen? Ik bedoel, Rens die doet het ook geweldig nu. Als jij iemand weet die de donderdags praatje van Rens echt geweldig zou vinden, spreek ze erop aan. Stuur ze naar dit kanaal. Ik bedoel, ik spreek zoveel van jullie die zeggen van, ja, dat is toch eigenlijk wel gaaf. En al helemaal die laatste video van Rens, waarbij hij zijn bloopers van de week laat zien. Dat is gewoon geweldig. Dat is gewoon creatief YouTube. Maar jongens, daar is waar ik naartoe wil. Want creatief YouTube gebruik. Eerder, toen tussen de tijd van GTA, tussen de Black Ops 2 en GTA, toen was ik nog een hele andere YouTuber. Ik nam gewoon random gameplay op en ik maakte er gewoon grappige animaties van. En dat is een beetje veranderd met de how-to video's van GTA. Ik was een beetje mijn creativiteit kwijt en die wil ik eigenlijk weer gewoon terug gaan pakken. Het is nu 3 jaar geleden dat ik voor het laatst, voor mijn gevoel, echt super, creatief ben geweest. En laten we dat gewoon weer terugbrengen hier zo op Local vs. World. Als je het niet leuk vindt, ik kan het totaal begrijpen. Je hoeft ook niet te kijken, maar we gaan gewoon weer een beetje terug in de tijd naar de tijd dat het niet zo verplicht was om GTA video's op te nemen en dat er zoveel van mij verwacht werd met GTA. Jongens, ik hoop dat jullie dit begrijpen. En ik hoop ook dat jullie mijn content in de toekomst, dat gebruiken al die YouTubers natuurlijk, maar ik bedoel, dat is natuurlijk een video, gewoon mijn video's gewoon in de toekomst ook leuk zullen vinden. En als dat niet zo is, ja, helaas, dan zullen onze wegen hier vandaan scheiden. Ga ik helemaal geen GTA meer opnemen? Er is toch een kans van 30% dat ik wel af en toe wat ga opnemen, gewoon voor de leuk. Maar ik voel me daartoe geduwd, gepressured en dat wil ik niet. Dus ik ga nu, vanaf nu, vandaag eigenlijk stoppen. Misschien niet na vandaag, want ik heb nog, zoals ik al zei, 3-4 video's op mijn kanaal staan die nog niet uitgebracht zijn met how-to's. Die ga ik nog even uitbrengen. En daarna gaan we gewoon andere games spelen. Als je kijkt naar mijn hoofdkanaal, je kijkt welke playlist ik heb staan. Er staat op series 2015, of 2016, 2015, 2014 en 2013. Dat wil ik meer gaan doen. En ook livestreams. Want als ik nou merk dat een game gewoon heel leuk gevonden wordt, dan neem ik het gewoon mee naar een livestream. En dan laat ik jullie live meekijken
met hoe ik een game speel. En het zou niet perfect zijn, want ik ben geen perfecte gamer, maar het zou wel heel erg leuk worden. Ik vind het nu al leuk om met jullie te livestreamen. Dus met dat gezegd wil ik deze video afronden. Het is misschien een beetje schokkend voor jullie. Het was voor mij al heel erg lang duidelijk. Al voordat ik eigenlijk stopte. En dat was toen de heist uitkwamen, was ik er al eigenlijk een beetje klaar mee. En sindsdien was ik met GTA een beetje op de afstand. En het werd ook steeds moeilijker om video's ervan te maken. Maar goed jongens, ik beëindig bij deze de video. Ik zie jullie de volgende keer en bye bye. Welcome.